kijken naar video nummer 124 van de Albelli Club fotoboek tutorials. Ik heb voor deze video weer heel veel verschillende elementen sets gemaakt. Ik raak mezelf altijd een beetje kwijt in het maken van allerlei variaties omdat ik iedere keer weer denk van oh dat is ook nog leuk en dat zou ook nog mooi zijn en dat is weer beter voor zo'n soort boek. Ik ga jullie zo meenemen in alles wat ik heb gemaakt. Eerst gaan we, zoals altijd, weer even heel snel door mijn scherm heen. Jullie zien hier het Albelly fotoboekprogramma voor Windows. Ik heb het programma gedownload van de website van Albelli en geïnstalleerd op mijn computer. Ik werk dus, zoals ik al zei, met een Windows-computer. Werk je nou met een Mac, dan kun je de software voor de Mac downloaden en die installeren op je Mac. Ziet er ietsje anders uit, maar kan ongeveer hetzelfde als alles wat ik hier laat zien. Belangrijk voor jullie om te weten is dat ik dus gebruik maak van de offline software. Ik log niet in via mijn account op de website van Albelly, maar ik open gewoon het programma dat ik heb geïnstalleerd op mijn computer. En op die manier heb je de meeste mogelijkheden voor het maken van je fotoboek, voor de vormgeving daarvan, vooral. En kun je dus ook meedoen met alle video's die ik maak. Werk jij online, dus door in te loggen op de website van Albeli met je accountgegevens. Dan kun je helaas veel dingen die ik in de video's laat zien niet gebruiken of niet op die manier toepassen. En dat geldt al helemaal voor de apps op telefoon of iPad. Dus nogmaals wil je alles doen wat ik in de video's laat zien. Download dan het fotoboekprogramma voor Windows of Mac naar je eigen apparaat. Zodat je lekker mee kunt doen en dit ook allemaal in je eigen fotoboek kunt maken. Het fotoboek dat je hier ziet, is een vierkant XL. Dat wil zeggen dat de pagina's 30 bij 30 centimeter vierkant zijn. En ik kies ook altijd voor platliggend premium pagina's. En dat wil zeggen dat hier in het midden de pagina's helemaal plat openvouwen. En je dus ook over het midden kunt werken en zelfs kunt typen als je dat zou willen, zonder dat er iets wegvalt hier in het midden van de vouw, omdat er helemaal geen bolling is. Dus je krijgt een mooi plat openvallend boek. Kies jij nou niet voor platliggend, let dan altijd even goed op wat je in het midden plaatst en ga nooit te dicht naar de rand toe met teksten of met ja, belangrijke stukken van foto's die je echt niet kwijt wilt, want het kan zijn dat je dan een stukje mist hier in het midden en dat zou zonde zijn. Nou, rechts naast het fotoboekprogramma zien jullie hier mijn verkennervenster. Dat heb ik gewoon naast het Albeli fotoboekprogramma op mijn beeldscherm geplaatst. Het staat gewoon helemaal los. Heeft verder ook niks te maken met het programma, is ook niet noodzakelijk voor het maken van een fotoboek. Maar mocht je nou ruimte over hebben op je beeldscherm, dan is het makkelijk om hem erbij te hebben, omdat je dan vanuit hier ook afbeeldingen op de pagina kunt slepen. Je kunt alleen elementen op de pagina slepen, je kunt geen schablonen en dergelijke toepassen, want dit is natuurlijk gewoon maar een verkennervenster. En alle functies die komen natuurlijk vanuit hier, vanuit het programma zelf. Dus het is gewoon qua tijd en qua praktisch makkelijk om er zo'n venster naast te hebben. Hierboven zien jullie screenshots screenshot van deze eerste pagina die ik ga maken. Nou, ik ga eventjes naar een lege pagina. En dan zien jullie hier al in Albeli, maar je kunt het ook hier zien, dat ik heel veel mapjes heb gemaakt. Nou, een deel daarvan is voor jullie. Die deel ik in de Dropbox link straks. Je ziet hier bijvoorbeeld het mapje bouwstenen. Nou, en dan zijn er bouwstenen. 2, dat zijn steeds twee cirkeltjes aan elkaar gekoppeld. Ik heb bouwstenen 3, nou je snapt het al, 3 cirkeltjes aan elkaar. 3, dat is 3 met nog een verbindingstukje voor de volgende. En ook nog bouwstenen 4 met 4 cirkeltjes. Nou jullie zien hier al een beetje wat ik bedoel met die cirkeltjes. Maar er zijn er nog veel meer, want ik heb ook nog. Deze, die aan twee kanten een verbindingstukje hebben, die zie je op deze pagina bijvoorbeeld. En ik heb dan ook nog die met de kaders rondom, die je op deze pagina ziet, die we zo als eerste gaan maken. En als laatste hebben we dan ook nog een verticale optie. En daarbij heb ik voor jullie al vast de afbeelding gedraaid. 90 graden, zodat die rechtop komt te staan. Dat scheelt jullie weer werk. Nou, het lijkt allemaal heel veel. Ik ga er gewoon zo mee aan de slag en dan. Denk ik dat het vanzelf allemaal wel duidelijk wordt. Als we naar de eerste pagina gaan, daar heb ik twee keer uit het mapje horizontaal de witte cirkellijn geplaatst met de schaduw. Nou, die zit je zo op de pagina en die trek je uit over de hele bladzijde. Ik heb deze niet apart gemaakt voor alle verschillende oriëntaties boeken. Al naar gelang je dan een staand of een liggend boek gebruikt, kun je hem verder uitrekken. En je kunt eventueel ook nog aan de slag met de bouwstenen die ik los nog heb gemaakt. Dus er zijn allerlei manieren om het voor jouw boek passend te maken. En ook met de hoeveelheid cirkeltjes die je nodig hebt. Ik ga nu eventjes deze pagina exact namaken. Deze ga ik kopiëren. Ctrl-C, Ctrl-V. Op de Mac is dat Command-C en Command-V. En die ga ik dan even zo positioneren dat ze in het midden van de pagina komen. Ik selecteer ze daarvoor allebei. Door Ctrl ingedrukt te houden en beide elementen aan te klikken. En dan ga ik hier naar Verdelen, Verticaal Centreren. Nou, dat ziet er goed uit. Waar het er voor nu om gaat, is dat ik eigenlijk genoeg ruimte heb in het midden om deze foto kwijt te kunnen. Nou, ik maak eerst eventjes een leeg fotokader. En die plaats ik zo dat die net iets over dat witte frame valt, maar wel van links naar rechts de hele pagina bedekt. En daar kan dan de foto in. Als ik eventjes omhoog ga naar mijn foto's, dan is het die van het kindje dat in de sneeuw ligt. Als ik die in positie naar achter zet, dan zien wij dat ik hem wel iets hoger heb op het voorbeeld, dus ik ga gewoon deze nog iets omlaag zetten. Dan kan de foto ook wat groter. Zorg dat die mooi achter die horizontale balk hier valt. En dan gaat het geheel weer naar het midden van de pagina. En dan denk ik dat het er zo wel aardig uitziet. Je kunt altijd nog even proberen of je iets met de uitsneden van de foto kunt spelen. Om mooi je onderwerp in het midden zichtbaar te krijgen. Nou, de drie rondjes. Die maak ik door eerst een fotokader te plaatsen. Nou, deze is in dit geval vierkant. Maar je kunt altijd met rechtermuisknop omvang. Maak vierkant. De foto vierkant maken. Dan ga ik naar de schablonen van Albelli. Bij mij staat die in de favorieten, maar hij komt uit. Vormen en symbolen. Pak ik het ovaal. Dubbelklik. Dan heb ik een perfecte cirkel. Die maak ik op maat. En dat doe ik. Even inzoomen op het frame. En als ik dan shift ingedrukt houd, dan kan ik nog iets. Makkelijker kleinere stapjes maken. Nou, die ziet er goed uit. En dan zou in principe deze op alle cirkels moeten passen. Want die zijn even groot. Ctrl C, Ctrl V. Om te kopiëren. En dat doen we zo tot alle zes de cirkels zijn geplaatst. Zo, en dan is het een kwestie van de foto's erin schuiven. Dat doe ik dus nu vanuit hier. Even vanuit het verkennervenster. Maar ik kan natuurlijk even goed gewoon vanuit hier, vanuit de foto's. Dat maakt voor het effect niet uit. Even kijken welke we allemaal hebben. Nou, als alle foto's op hun plek staan, dan kun je de beide frames selecteren. Ctrl ingedrukt. En met rechtermuisknop ga je naar positie, naar voren. En dan komen de cirkels voor de ronde foto-schablonen te staan. Nou, dan heb ik alleen nog tekst toegevoegd. En dat is dit woord. En in een ander lettertype. Dat is deze en die mag een heel stukje groter. Even opzij doen om te kijken hoe groot. Ik denk nog wel een stukje groter. Zoiets. We maken hem iets breder. En een heel stukje smaller. En die komt dan hier te staan. Ik had hem nog iets groter, zo te zien. Ik denk dat dit er aardig uitziet en dan zo ver mogelijk naar boven en ook nog horizontaal verdelen zodat hij mooi in het midden staat. Positie naar achteren. Het is wel fijn als je het nog wel ongeveer kunt lezen. Ctrl C, Ctrl V, want ik had hem ook aan de onderkant gezet. Maar dan behoorlijk transparant. Ik denk wel op 70 en ook deze gaat een positie naar achteren. En dan een stukje naar beneden. Dan hebben we de eerste helft klaar. Daarnaast heb ik gebruik gemaakt van het mapje. Schablonen met kader. En dan de vierkant, omdat ik nu in een vierkant boek werk. Nou, ik heb twee verschillende soorten. Ik heb deze. Oh, ik zal even die met de schaduw pakken. En daarbij zie je dat het. Ik zal hem even rechtermuisknop. Omvang, pagina vullend. Daar zie je dat het stokje hier nog buiten het kader of het streepje de horizontale lijn nog buiten het kader komt. En ik heb een variant en dat is dan deze. Zag je het verschil? Waarbij het kader gewoon vierkant is en niet onderbroken is. Maar ik ga hem doen zoals ik hem hier had gebruikt. Dus dat is die met de horizontale lijn die door het kader heen komt. Nou, het idee is weer hetzelfde, heel makkelijk. Je hebt voor de grote foto's geen sjabloon nodig, net als bij deze. Dus we kunnen even goed even deze kopiëren en die gaat hierheen. Ik ga nu eventjes iets meer inzoomen op de rechterpagina, zodat we goed kunnen zien wat we doen. Dan gaan we gaan weer een kleine overlap met dat witte frame maken aan alle kanten en hier ook. Nou, die ziet er goed uit. Ctrl C, Ctrl V. Dan gaat die naar beneden. En die zou dan even kijken of we nog een overlap hebben. Ja, die zou dan even groot moeten zijn. Dat is goed. Daar gaan we ook weer alvast de foto's inschuiven. Deze komt hierin. En die mag ook wel wat omhoog. En de onderste is die van de groepsknuffel. En die zetten we dan weer iets omlaag. Omdat de cirkeltjes er natuurlijk nog op komen. Ze gaan alle twee een positie naar achteren. Rechtermuisknop, positie naar achteren. Nou, dan komt het cirkelframe er weer voor. Dan gaan we weer hetzelfde doen? Fotokader. Dan gaan we naar schablonen. Pak ik weer de ovaal. En die maak ik weer op maat op deze. Cirkels uit het frame. En als die goed is, deze is aan de krappe kant. Zo. Ctrl C. Ctrl V. En nog een keer ctrl V. Als die helemaal op je klembord zit, kun je blijven plakken. Dus je hoeft dan niet meer iedere keer te kopiëren. En Daar komen ook weer de foto's in. En dat zijn in dit geval. Deze. Nou, dan klikken we even in het midden, zodat we rondom het blauwe selectiekader zien. Dan weet je dat je het frame te pakken hebt. Rechtermuisknop. Positie naar voren. En dan zit alles op zijn plek. Altijd even goed checken of je niks gek ziet om de randjes. En zodra alles goed zit, zet ik altijd meteen even het slotje op de pagina. Zo kan er niks meer mee gebeuren. Dan kun je schuiven en klikken wat je wilt. Maar deze pagina die is dan klaar. Ik ga door naar het volgende voorbeeld en dat is deze. Daar heb ik de cirkeltjes voor iets heel anders gebruikt. Hier heb ik maar twee grote foto's gebruikt en verder heb ik de cirkeltjes voor de letters, voor de tekst gebruikt. Als ik even naar een lege pagina ga en weer even naar mijn fotomapjes, dan zien jullie hier um, halve cirkels hebben. Nou, daar heb ik er twee van gebruikt. Foto als nieuw object. Foto gelijk, nu die nog geselecteerd staat, als omgekeerd schabloon. En die maken we op maat in het hoekje. Want dan blijven de verhoudingen hetzelfde. En samen zouden ze dan een exacte cirkel moeten vormen. Foto als nieuw object, foto als omgekeerd schabloon. Nou, die plakken we eronder. En die trekken we uit. En dat ziet er goed uit. Alleen zit ik nu wel een beetje dicht bij de onderkant. Dus ik moet even hem pakken en er tegenaan zetten. En dan ga ik ze samen nog een keer midden op de pagina zetten. Ik denk wel dat die nog ietsje kleiner moet voor het mooie. Die er in het midden. Ik ga daar ook weer de foto's inschuiven. Nou, ik werk steeds even weer met dezelfde fotoset. Deze komt bovenin. En onderin komt deze. Nou, dat ziet er goed uit. Ik oh, moet hem ook niet te hoog zetten, want er komt natuurlijk weer wat op. Ik heb hier een woord geplaatst. Nou, Een woord heeft natuurlijk altijd een aantal letters. In dit geval zes letters voor sneeuw maar kan me voorstellen dat je zomaar iets anders zou willen plaatsen. Nou je kunt nu aan de gang met bijvoorbeeld de bouwstenen in twee, drie of vier. Nou, hier zou je bijvoorbeeld de drie met het verbindingstukje en dan de drie gewone uit de bouwstenen kunnen gebruiken. Beetje gekke naam eigenlijk bouwstenen maar ik wist ook niet hoe ik het anders moest noemen. Ik ga dat nu doen. Ik heb voor de variant zonder schaduw gekozen in dit geval. Foto als nieuw object. Oh, nou, meteen mooi om te laten zien. Ik heb ze dus ook met een witte vulling gemaakt. Dus niet alleen het randje. Maar ook de witte vulling. Maar die wil ik nu niet. Want ik wil nu deze. Dus, trouwens, helpt het wel als ik vast even een achtergrond plaats. Want dan steken de schablonen wat mooier af. Daar moet straks nog iets mee. Dus ik hoop dat ik dat niet vergeet. Deze plaatsen we precies op het midden. Dus op de overgang van de ene. Naar de andere foto, en dan komt daarnaast komt bouwstenen 3. en dat is dan deze. Even kijken, dit is dan de witte, en ik denk dat het deze is ook zonder schaduw. En die gaan we dan aanluiten, sluiten, zodat die precies op dezelfde hoogte staat, en ook even groot is. Hij moet wel iets kleiner nog zo. En die hulplijnen die laten je zien dat die even groot is. Nou, volgens mij ziet dit er zo netjes uit. Zorg dat je, ja, opslaan. Ik selecteer ze nog even allebei. En dan doe ik ze nog iets naar links, zodat optisch gezien het verbindingstukje hier in het midden ongeveer ook precies op die lijn in het midden uitkomt. Zodat je aan iedere kant evenveel hebt. Nou, die rondjes, die moet ik gaan vullen. Dus dat doen we weer net zoals de vorige keer. Fotokader. Schabloon. En die ga ik weer op maat maken. Nou, als de rondjes wat kleiner zijn, wordt dat uiteraard ook iets lastiger. Ze staan trouwens wel heel erg hier op het randje. Dus misschien is het slim om ze iets beter met de hand. Hier precies op die overgang te zetten. Zo. Want je wil echt dat die witte lijn precies tussen die twee foto's zit. Deze gaan we op maat maken. Zoals we dat de hele tijd al doen. Dus met een kleine overlap over dat witte frame. Nou, dat ziet er volgens mij goed uit. Heel klein beetje groter nog. Ctrl-C, Ctrl-V. En dan komt die ook hier te staan. Ik doe dat nu met een foto omdat ik er een paper in ga schuiven. Maar je kunt natuurlijk ook in één keer een gekleurde clipart kiezen. Uit de trendy kleuren of een vorm van Albelli. Als je een speciale kleur wilt, bijvoorbeeld uit de foto's geprikt. Dan hoef je niet eerst een fotokader te plaatsen. Dan kan het gelijk met een vorm of met een ronde clipart. Nou volgens mij is het zo goed. Soms is het lastig te zien. Ik ga eventjes weer naar mijn foto's toe. Gebruik de materialen. Nou hier heb ik dus een peper ingeschoven. Dat ga ik nu ook doen. Dat is deze. Ziet er een beetje gek uit. Maar dat komt omdat de optimalisatie aanstaat. Die ga ik zo even uitzetten. Die is vooral bedoeld voor op foto's, maar niet voor op dit soort elementen die al gewoon goed zijn en niet bewerkt hoeven te worden. Ik selecteer ze weer allemaal met Ctrl ingedrukt op mijn toetsenbord. Rechtermuisknop. Optimaliseren, uitzetten. En nu hebben ze de kleur die ze moeten hebben. Dan ga ik het hele zaakje, en daarmee bedoel ik de beide kaders, via rechtermuisknop naar voren zetten. Dat ziet er goed uit. Ik zie wel dat ze bij mij iets groter zijn. Ik zie dat hier iets meer ruimte tussen zit. Dus hier heb ik ze iets kleiner gemaakt. Je ziet hier best wel een afstand tot de cirkel. Maar maakt niet uit. Ik laat hem even zo voor nu. De letters komen erin. En dat zijn dezelfde letters qua type als ik net heb gebruikt. Maar dan in het wit. Zo. En wel een stukje kleiner. Eigenlijk niet meer hoe groot ongeveer. Als ik er één heb, dan weet ik hoe ik ongeveer zit. Nou, die mag nog wel een stukje groter. Blijkbaar toch ook wel even groot als net ongeveer. Nou, ik hou het eventjes op deze grootte. Nou, wat je kunt doen is eigenlijk deze gewoon kopiëren. En ze vast overal even inzetten. En daarna de letters aanpassen. Zo. Zo. Dat staat ook. Nou, dan gaan we verder met het decoreren. Hierachter zien jullie een blauwe rand. Nou, daar kun je een vorm voor pakken. Daar kun je een clipart voor pakken of een eigen peper die je ergens vandaan hebt gehaald. Dit vogeltje zet ik er even op. Foto als nieuw object. En die spiegel ik. Zodat hij meer de bladzijde inkijkt. Die staat hierop. En ik had eigenlijk een kleur hier uitgeprikt voor het blauw. Ik heb gekozen voor een vorm de cirkel. Nou, dan heb ik een kleur geprikt ergens uit dat vogeltje. En dat was deze kleur. En die cirkel heb ik groter gemaakt. Zo. En die komt er dan achter te staan. Ik zet hem de eerste achter. Rechtermuisknop, ietsje naar achter. En dan ga ik even kijken hoe dit uitkomt en of de cirkel qua vorm goed is. Soms moet die nog een beetje worden bijgesteld. Ook een beetje van afhankelijk hoe groot je hem wilt hebben. Nou, ik vind hem zo goed. Ik laat hem zo. En dan heb ik verder de pagina nog een beetje gedecoreerd. Nou, wat heb ik gedaan? Um, deze achtergrond komt uit Albelli. Die had ik net geplaatst. Dat is deze. Die komt trouwens uit de categorie effecten. Hij staat bij mij in de favorieten. Maar die vond ik een beetje heftig. Dus daar kun je een aantal dingen mee doen. Ik heb een schabloon gedownload van de website digitalscrapbook.com. Ga ik met jullie delen. En die heb ik toegepast op deze achtergrond. Foto als omgekeerd schabloon. Maar je kan hem ook foto als schabloon. Nou, dat heb ik in dit geval gedaan. En dat heb ik ook hier gedaan. Foto als omgekeerd schabloon. Oh, deze heb ik hem als omgekeerd schabloon om een beetje asymmetrisch alles te krijgen. Dan heb ik nogmaals een vorm geplaatst. De vierkante. Rechthoek eigenlijk. Weer in die kleur. Die ik net ook heb gebruikt voor de cirkel. Ik pak nu iets vellere kleur blauw, iets lichter. Dat zie je misschien wat beter? Want wat ik wil, is eigenlijk een vleugje blauw ook weer in die pagina's laten terugkomen. Um, nou, in Albelli kun je dus in de Windows-versie alleen um, schablonen toepassen op de rechthoekvorm, niet op de andere, alleen op de rechthoekvorm. In de Mac kan dat helaas niet. Dus jullie zullen dan toch even iets van kleurpeper moeten downloaden in de kleur naar wens. Of de vierkante clipart een beetje aanpassen. En die omzetten naar foto, dan kan er ook een schabloon op. Maar op de vormen lukt dat bij de Mac helaas nog niet. Ik ga weer even terug naar mijn foto's, want er was nog een ander iets wat ik heb gedownload. En dat is deze. Nou, als je die als schabloon toepast, dan krijg je dit. Maar als je hem als omgekeerd schabloon toepast, dan zie je heel duidelijk... Een beetje dat wazige blauwe tintje. Dus als ik die ook nog een positie naar achter zet, dan komt er een mooi blauw vleugje over die pagina. Die kopieer ik en die wil ik ook op de andere pagina hebben. Zo, wel een positie naar achteren zetten. En dan zie je dat dat mooi, dat, dat ijzig blauwige er tussendoor komt. Nou dan alleen nog een beetje decoratie. Het ziet er misschien iets te kerstig uit, maar het ging mij om het winterse effect. Dus ik heb hier zo'n takje geplaatst. Een beetje zo. Positie naar achter. Positie naar achter. Moet Even dat grote blauwe ding weer net doen. Ctrl-C, Ctrl-V om te kopiëren. En deze komt er dan hieronder uit. Positie naar achteren. Altijd lekker met al die lagen. Ik heb nog twee zwarte touwtjes toegevoegd. Allemaal uiteraard optioneel. Je kunt hem natuurlijk zo leeg laten als je zelf wilt. Of zo opleuken als je zelf mooi vindt. Dan had ik de andere kant gepakt. Even zo iets groter zodat hij er nog een beetje onderuit kwam. Positie naar achteren. Ctrl C, Ctrl V, want we willen hem ook aan deze kant. Zo. Positie naar achteren en dan missen we alleen nog de takjes. Ik had deze twee takjes, foto als nieuw object. En meteen nog maar een keer, want hij komt aan twee kanten. Zo. Ik heb er nu drie. Dat lijkt me genoeg. En deze ook, foto als nieuw object, foto als nieuw object. En die komen daar nog bij. Zo, dat ziet er goed uit. Dan heb ik als laatste nog, had ik deze gevonden. Dan even openen. Dat is een, uh, ja, wat zou ik zeggen, een soort decoratief uh, iets. Die heb ik ook toegepast weer op diezelfde kleur. Dus ik ga weer terug naar de vormen. Pak weer de rechthoek. Weer die kleur blauw de lichten. Dit kan weg. En ik maak hem vast wat breder. Ga ik weer terug naar die afbeelding. Klik ik rechtermuisknop terwijl deze geselecteerd is foto als omgekeerd schabloon. En dan heb je hier nog een soort een decoratief element. Nou, die mag ietsje groter, zodat die cirkels iets meer weer rond worden. Positie naar achteren. Ctrl-C, Ctrl-V. Datzelfde doen we ook hier. Positie naar achteren. En dan is ook deze pagina klaar, zoals die in het voorbeeld was. Dat waren mijn pagina's in het vierkante boek, maar ik heb ook nog... In het staand. Een voorbeeld gemaakt en dat is deze. Nou, hier heb ik gebruik gemaakt van de al gedraaide stukken die hier rechtop staan. Er is een variant met schaduw en een variant zonder. Dit is die zonder. En er is er eentje die zwart is en die kun je gebruiken als omgekeerd schabloon. Nou, wat heb ik hier gedaan? Super makkelijk eigenlijk. Dit zijn gewoon drie losse afbeeldingen onder elkaar. Gespiegeld naar de andere kant, beetje afstand ertussen gehouden. Dit is dit element waar weer de drie foto's in geplaatst zijn, met een rond schabloon erop. En dit is een takje wat ik qua kleur heb aangepast. Want schablonen zijn in principe natuurlijk altijd gewoon zwart, maar eigenlijk kun je alles wat je wilt gebruiken als schabloon. Als ik even terug ga naar mijn gebruikte materialen: dit. Was het oorspronkelijke takje? Maar die vond ik er qua kleur helemaal niet mooi bij passen. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb toch weer die vorm gepakt voor de kleur. Mijn kleur blauw uitgekozen. Nou, even iets opgerekt. Want ik weet al dat deze afbeelding ook staand is. En die heb ik daar gewoon op toegepast. Als omgekeerd schabloon. Ook al is die blauw. Dat kan gewoon. Je ziet dan alleen wel dat die deels transparant wordt. Dat komt omdat dit nu niet zwart is, maar een lichtere kleur. Maar als je hem op wit plaatst, dan zie je dat dat helemaal niet uitmaakt. En zo kun je ook de kleur van zo'n elementje, ik kan bijvoorbeeld nu ook het andere dennetakje gebruiken, foto, als omgekeerd schabloon. Zo zie je dat je die kleuren ook een beetje kunt aanpassen en daar ook een mooie ja, decoratieve elementen van kunt maken... Zonder dat het echt een schabloon is zoals een schabloon gemaakt wordt. Speciaal daarvoor. Kijken, die andere zit hier nu achter. Het is misschien ook leuk om eens mee te experimenteren, maar hou er dus rekening mee. Doordat ze niet diep zwart zijn, zijn ze wel transparant als je ze toepast als omgekeerd schabloon. Dus als ik hem nog even naar voren haal, dan zie je dat hij dus duidelijk transparant is. Maar zoals gezegd, geen probleem op een witte achtergrond. Nou, verder alleen nog een tekstje. Het tekstje heb ik een hele kleine schaduw meegegeven, namelijk een witte. Als ik hem groter maak, kun je dat zien. Dan gaat hij er vanaf. Maar als je hem op één zet, dan is het een klein wit randje. Dus dan springt die letter er net iets meer uit. Dus dat is een mogelijkheid voor een staande pagina. Heel makkelijk, dus gewoon vierkante blokken, foto's, zonder schabloon erop. Alleen op de rondjes zit een cirkelschabloon. Beetje decoratie erachter, tekst erop. En klaar is die. Ga ik nog even naar de liggende boeken. En dan komen we bij deze pagina. Ik moet ietsje kleiner, want dit is een liggend boek en dus best wel breed. Nou, wat heb ik hier gedaan? Ook weer met de bouwstenen gewerkt. Als ik even het slot eraf haal. En ook aan deze kant, nou dan zien jullie hier er eentje van 3, van 2 en weer van 3. Daar heb ik zo het aantal vakjes van gemaakt dat ik nodig had. Boven en onder zijn steeds gewoon een simpele foto zonder schabloon. Wat je misschien wel ziet is dat hij iets um, naar wit wegloopt in het midden. En dat heb ik gedaan door hier een witte clipart te plaatsen die staat over twee pagina's. Kijk als ik hem naar boven doe, zie je dit. En dat is eigenlijk als ik het sjabloon eraf haal. Gewoon een wit vlak. Maar via de Albelli sjablonen en dan uit de categorie verloop heb ik deze gepakt. En daar zie je dan die witte streep in het midden en die heb ik precies in het midden achter deze witte horizontale lijn geplaatst. Je kunt uiteraard ook je foto's, kan ik ook even laten zien, een verloopschabloon meegeven. Maar dan vind ik dat te veel afbreuk doen aan de foto's. Dat is vind ik gewoon zonde. Dus dat heb ik, daar heb ik niet voor gekozen. Ik haal ze er weer even af. Dus ik heb gekozen voor deze witte clipart die over beide pagina's gaat. En waar je dus kunt spelen met hoe ver dat wit over die foto heen komt. Het ligt dus op de foto's. Zorg dan wel altijd dat je precies in het midden, zie je nu de rode lijn, dat laat zien dat ik precies in het midden verticaal gezien van de pagina zit. En dan heb je mooi dat verloop aan beide kanten op die foto's zonder dat je hele foto daardoor weer ja, wazig wordt. Nou, verder heb ik gewoon weer de nummertjes erin gezet. Misschien om de dag aan te duiden of uh, de locatie of uh, een bepaalde highlight van je reis. Ook heb ik er nog deze weg voor de grap ingeplaatst. Uiteraard zijn dat allemaal optionele toevoegingen die niet nodig zijn, maar die je misschien leuk vindt. Deze weg komt uit Albelli, Clipart. Bij mij staat hij in de favorieten, maar hij komt denk ik uit reizen en vakantie. Denk een beetje onderaan. Ja, daar staat hij. Bij mij heeft hij een hartje gekregen, zodat ik hem bij de favorieten altijd makkelijk terug kan vinden. Wat ik wel heb gedaan is gezorgd dat hij aan die kant er een beetje onder gaat en ook aan deze kant. Dus hij loopt dan precies mooi weg achter deze buitenste afbeeldingen. Nou, kun je ook weer allemaal mee experimenteren. En dan nog een laatste voorbeeld, ook inliggend. Ik wil er nog even bij zeggen trouwens, ik heb nu gewoon gekozen voor bepaalde layouts om niet te laten zien in een bepaalde oriëntatieboek. Dus vierkant staand of liggend. Maar uiteraard alles wat ik heb laten zien, kan ook in alle oriëntaties. mits je het een beetje aanpast. Maar daarom heb ik wel nu gewoon voorbeelden in allerlei boeken laten zien. Nou, dit is de laatste pagina. Een mooie overzichtspagina. Ik ga deze niet helemaal maken. Ik denk dat dat niet nodig is. Maar ik ga hem wel eventjes uit elkaar halen. Kunnen jullie zien wat ik heb gedaan? Dit is het bouwsteenstuk. Even kijken, waar is die? Met de vier cirkels. Nou, die is er ook weer in allerlei varianten. Hij is er in wit met een schaduwrandje, zoals deze. Hij is er in wit zonder schaduw. Hij is er gevuld zoals deze met schaduw en gevuld zonder schaduw allerlei varianten. Um, dit zijn weer hele simpele fotokaders, geen sjabloon, niks. Wel zorg ik dan altijd dat ze precies aansluiten. Je ziet de rode lijnen. Dat waar deze ophoudt, deze dan weer begint. Dus die punten komen allemaal mooi samen en dan weer precies achter de horizontale lijn van het frame. Achter de foto zit gewoon. Een ronde vorm uit albelli heb ik geprikt ergens uit de foto. En die laat je dan iets voorbij. Die foto en het frame komen. En die valt dan voor de helft weer achter de foto. Ik had dat eerst trouwens geprobeerd met deze helfjes. Maar dat is dan best nog wat tricky. Omdat je dan steeds net weer de boven- of eronder uit komt. En een cirkel is dan wel makkelijker. Want die valt gewoon lekker achter die foto weg. Zo dus kun je dan ook niet heel erg. Uh, Rare dingen mee doen. Dit is wel allemaal een beetje verschoven. En ik heb er natuurlijk lekker nu aangezeten om wat te laten zien. En dan staat het allemaal niet meer mooi rond. Maar goed, jullie aan deze kant staat hij er nog beter bij. Ik heb overal een stukje tekst geplaatst. Bijvoorbeeld over dag 1 en dag 2, dag 3. Pijltje erbij. Dat pijltje dat heb ik even met jullie gedeeld. Die heb ik heel transparant gemaakt. Anders vond ik hem wel ernstig aanwezig. Maar goed, kan ook gewoon zwart natuurlijk. Ja, verder is het helemaal niet moeilijk. Stukjes tekst, foto, tekst, foto. En deze kant is eigenlijk precies hetzelfde. En ook hier kun je uiteraard weer een beetje spelen met welke je kiest, hoeveel vakjes je nodig hebt. Je kunt nog kleiner gaan dan dit, dan wordt het wel wat lastiger om te zien wat er nog in de rondje staat. Maar je kunt daar ook, zoals deze blaadjes, gewoon kiezen voor iets ja, meer decoratiefs of een detail. Het gaat er niet heel erg om de foto's in dit geval, maar meer dat er iets leuks achter het getal staat. Je kunt met de bouwstenen weer kiezen hoe ver je gaat. Ik heb nu dus gewoon twee keer vier, zodat ik op acht uitkom gedaan. Maar als je kleiner gaat of heel misschien doe je wel twee rijtjes boven elkaar. Als je bijvoorbeeld een staand boek hebt, dan zou dat ook een optie zijn. Misschien ben je maar vier dagen weg geweest of maar vijf dagen weg geweest, en dan kun je met die bouwstenen daar een beetje mee spelen. Want ik denk dat ik het hierbij ga laten als ik even terug ga naar mijn foto's. Heb ik dan alle pagina's gehad? Ik denk het wel. Deze twee in het liggende boek, de eerste die we begonnen in het vierkante boek, de staande en die met die twee grote foto's. Nou, ik denk dat er echt heel veel mogelijkheden zijn om met deze elementen mooie en ook heel diverse pagina's in je fotoboek te maken. Je kunt er echt alle kanten mee op. Wel raad ik je altijd aan omdat je met veel lagen werkt. Zoom goed in. Kopieer je elementen zodat ze overal even groot zijn. Zeker met vormen is dat makkelijk omdat je kunt dubbelklikken. En gewoon de kleur weer kunt veranderen. Zodat je daar ook alle kanten mee op kunt. Werk met de uitlijn functie, Dus selecteer meerdere elementen door ctrl ingedrukt te houden. Dus in dit geval deze. En deze. Gebruik ook de uitlijnfunctie, bovenkanten uitlijnen of onderkanten uitlijnen. En zorg dat alles netjes recht staat. Hoe verder je inzoomt, hoe beter je overal bij kunt en hoe preciezer je ook kunt schuiven met dingen om het netjes op zijn plek te krijgen. Je zult er later blij mee zijn als je echt de tijd hebt genomen om alles netjes recht te zetten. Goed, ik ga weer terug naar onze allereerste pagina waar we mee begonnen zijn. En dat was deze pagina. Nou, ik ga alles wat ik heb gemaakt weer met jullie delen. Jullie vinden onder de video een stukje tekst, en daarin staan alle linkjes naar de materialen die ik van internet heb gehaald, en alle schablonen die ik zelf heb gemaakt en in deze video heb gebruikt. Kun je allemaal downloaden via de Dropbox-link. Je hoeft daarvoor zelf geen Dropbox te hebben. Alhoewel Dropbox dat wel heel graag wil. Dus wil je downloaden, zoek dan altijd eventjes. Ik denk dat je een stukje naar beneden moet scrollen om te downloaden. Zonder dat je Dropbox zelf nodig hebt. Dus er staat dan iets van. Um, ga door via de website of zo. Of, uh, maar in ieder geval, je hoeft geen Dropbox te hebben om via Dropbox te kunnen downloaden. Download het gewoon naar je eigen computer, komt het in je mapje downloads terecht en daar kun je de bestanden uitpakken en in Albelli gebruiken. Zoals ik dat ook hier heb gedaan. En alles komt dan terecht in je mapje foto's. Dus nog even om verwarring te voorkomen: ik noem dit allemaal schablonen. Dat komt omdat ik ze ook gebruik als schabloon. Maar het zijn natuurlijk gewoon eigenlijk afbeeldingen op je computer. Die hier staan in het mapje foto's. En die nooit in de Albelli-schablonen terechtkomen. Je gebruikt ze alleen via de rechtermuisknop. Bijvoorbeeld als schabloon of als omgekeerd schabloon. Het is dan even niet het goede voorbeeld. Maar bijvoorbeeld deze die ik net gebruikte op die achtergrond. Het is natuurlijk gewoon een afbeelding. Een PNG in dit geval. Maar het kan ook een JPG zijn. Die pas je toe. Als schabloon of als omgekeerd schabloon. Maar hij staat gewoon in je mapje. Met je eigen foto's en bestanden op je computer. Goed, tot zover. Ik hoop dat jullie er mee aan de slag kunnen. Dat jullie er wat aan hebben. Dat jullie zelf leuke ideeën hebben om met deze elementen aan de slag te gaan. Ik denk dat het wel moet lukken. Laat het vooral ook zien op de Alwelle Club Facebook groep. Wat je daarmee gedaan hebt. Ben ik altijd heel erg benieuwd naar. En wie weet inspireer je daar dan ook weer andere mensen mee. Ben je nog geen lid van de Albele Club Facebookgroep? Dan nodig ik je hierbij van harte uit om erbij te komen. Er zitten inmiddels ruim 14.000 hele enthousiaste en creatieve fotoboekmakers in deze groep. En die delen dagelijks hun mooie pagina's met iedereen. En ze geven je adviezen. Je kunt er antwoord krijgen op vragen die je hebt. Dingen waar je niet uitkomt. Kortom, een hele leerzame en behulpzame groep om lid van te worden. Dikke aanrader. En het is gratis. Vond je deze video leuk? Dan zou ik het super vinden als je een duim omhoog achter wilt laten onder de video op YouTube. En wil je op de hoogte blijven van nieuwe video's die ik plaats? Klik dan op het belletje en dan krijg je een melding als er een nieuwe video van mij online is. Voor nu bedank ik jullie allemaal weer voor het kijken en ik zie jullie heel graag over vier weken weer terug bij een nieuwe workshop woensdag. Tot dan! Hoi hoi!